Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van mijn kanaal Sander Smit. We zijn nu eventjes op weg naar even wandelingen te maken. Van een minuutje of twee. Van, we zijn eventjes in de kijk als we ook al vuurwerk horen eigenlijk in de verte. Nou, zoals je ziet, het is nu middle of nowhere. Dus hier kun je echt niks horen. Dus dat is dan wel jammer. Van, als we nou in de stad woonden, was het anders geweest. Maar dat is nu helaas niet zo, dus we gaan even kijken als we in de verte wat horen. En dan laten we het jullie zien. En ik denk het niet, want het, nou ja, zoals je ziet, midden of nowhere is, dus dat kun je niet zo goed zien. Dus ik ga ervan uit dat je niks hoort. Maar als er wel iets hoort, dan zou het wel zijn. Maar we gaan even kijken. We gaan even een klein stukje lopen door een beetje door de bos heen, een klein stukje. Kunnen jullie kijken hoe het is om vlak voor oud en nieuw hier te zijn. Zoals je ziet is het al hartstikke rustig hier. Daar baal ik echt een heel groot stuk van. Helaas, van ik ben met oud en nieuw hier. Dus dat is voor mij niks aan. Nou hier, dit is het enige beeld wat je gaat zien met oud en nieuw. Hoe kut is dat? Maar toen had ik het verpest, want ik had met mijn verjaardag op tweede kerstdag bijna 18 man in huis, terwijl het maar 4 mocht komen. Ja, toen moest ik quarantaine met oud en nieuw. Dus nu zitten we niet in quarantaine met oud en nieuw. Maar we moeten voor de eerste keer in mijn hele leven in een instellingachtig boerderij dan maar gewoon, moeten we in leven met oud en nieuw. En dat is voor mij heel zwaar, van ik wil niet dit beeld zien. Dat lijkt me heel zwaar om dit beeld te zien, dus dat is niks aan. Ik wil gewoon de beeld zien zoals dat ik gewoon met vuurwerk kan omleggen en zien. We hebben veel leuker, veel gezelliger, want ik wil niet dit beeld zien met oud en nieuw. Dan word ik echt gek. Maar ja, maar gek. Gewoon, dan word ik niet blij of zo. Dat is niks van mij. Ik hou meer van vuurwerk kijken, allemaal leuke dingen zien. Dat is mijn ding, waar ik echt van hou. En dat heb je sowieso minder in deze jaar. Net als vorig jaar, maar toch in grote steden of dorpen kan je het wel zien. Maar ja, is niet anders. We gaan kijken, laat morgen zien de video. Wat het gaat worden met oud en nieuw. En dan kun je het even checken. Wat ik altijd zeg, later.